De president zoekt ruzie met de inheemsen in het binnenland. Zo stelde NDP-DNA-lid Jennifer Vreedzaam gisteren tegenover onze redactie na de jaarrede van de president. Het staatshoofd gaf aan dat er de komende periode aandacht besteed zal worden aan de grondrechten van inheemse en tribale volkeren. Volgens Vreedzaam is er te weinig aandacht besteed aan de belangen van de inheemse en binnenlandse bevolking. De inheemse gemeenschap is niet betrokken geworden tijdens dit proces, zegt Vreedzaam. Er zal zeker een protest komen, tenminste vanuit mijn kant, omdat dat niet kan. De gemeenschappen moeten worden betrokken. En het is iets van de gemeenschappen, het is niet iets van de regering. Het gaat om de oorspronkelijke rechten van de gemeenschappen. En het oorspronkelijke recht moet gerespecteerd worden en de staat moet dat erkennen. Het DNA-lid vindt dat het vonnis uitgevoerd dient te worden omdat het de rechten van de inheemse en tribale volkeren respecteert. Daarnaast is het essentieel om tijdens de ontwikkelingsproces en de oorspronkelijke ontwikkelingsvisie in overweging te nemen. En ik denk dat het tijd wordt dat we ook het ontwikkelingsvisie van het oorspronkelijk recht meenemen in de ontwikkelingsprocessen van dit land. En laten we uiteindelijk zitten aan tafel, dialoog, om dit uit te werken. Het is nodig, want we zien klimaatsverandering, we zien de vernietiging van de natuur. En de bijdrage van de inheemse is daar. En wij moeten dat ook erkennen en meenemen in de ontwikkelingsprocessen. In de komende periode wenst Vreedzaam zich ook nog meer uit te spreken over de gezondheidszorg en de onderwijsprocessen.